Ja, we zijn natuurlijk weer bezig. Hallo beste beeldbuis bingels, kijkers van het Bergjournaal. Hier is Tommy Brexit met de agenda. Maar we zijn natuurlijk even bezig met onze zorgbloemactie. Hoe is het met jullie zorgbloem? Hè? Wordt die al net zo groot als die van mij? Ja, natuurlijk. Een prachtige zorgbloem. Aanstaande vrijdagavond, oftewel vanavond, treedt op in het kruispunt met gratis toegang Arie Nijg. Arie Nijg is feesten en partijen, lekker dansen, lekker swingen en een gezellig drankje. Op donderdagavond. Ik moet er even bij, dat is belangrijk. Hallo? Voor de fotobingo. Ik moet even een fotootje maken. Fotobingo? Waar heb jij het nou weer over? Ja, 1 juni hebben we fotobingo. 1 juni? Ja, kruispunt van 7:30 hebben we fotobingo. Ik moet een beetje foto's. Maar beste vriend, wacht. Het is vandaag 25 juni. Nee, het is vandaag 25 mei. En vanavond hebben we Arie Nijg. Ga je ook naar Arie Nijg? Arie Nijg? Ja, gezellig. Feest en partijen, lekker dansen. Ja, dat is gezellig. Komt toch ook? Nee joh, ik ga wel naar Phil Collins. Ik moet even die foto's... Maar op donderdagavond hebben wij... Ik zit net te vertellen over die fotobingo. Je laat me niet uitpraten. Wanneer is die fotobingo? Dat is niet respectvol. Ik geloof niet dat je moeder je zo opgevoed heeft. Wanneer is die fotobingo? Nou, dat zeg ik net. Die fotobingo was om 1 juni. Dat is pas volgende week. Dus volgende week vrijdag is er. En nu gaan wij verder met ons item. En wilt u even wegwezen? Ja, precies. Dus donderdag kunnen onze smulpaapjes kunnen we lekker eten. Bij moeder reden overkant. Komen jullie allemaal aan een hapje, een drankje, gezelligheid. Kent geen tijd. Nou, kinderen, dit was weer de agenda voor deze week. Tot de volgende week met die verrekte fotobingo.